Michel, nog uh, wat gebeurt vandaag? Uh, ja, drie punten. Maar verder, eindelijk ja, je goal. Ja, lekker, ja. eindelijk die goal. Ja, heerlijk. Ja, uh, net al in de tunnel, alles en iedereen begint erover. Ja. Ben je er al klaar mee? Nou ja, het is wel. Uh, het werd zo'n dingetje op een gegeven moment. Ik denk, ja, dat is af en toe wel, uh, wel moeilijk. Maar ja, ik snap het ook alweer. Ja. Het hoort er een beetje bij. Ja, we hebben het er nu zelf natuurlijk ook wel over. Precies. Je, <laughs> je zet de aanval zelf uh, mooi op. Ja. Uh, heb je nog tijd om na te denken? Nou ja, eigenlijk um, liep je precies zoals ik, uh, zoals ik wou, uh, smalle diepte, buitenkantje voet en terugkrijgen en in mijn aanname doorversnellen en uh, hopen dat de keeper een lange hoek gokte en gebeurde. Ja, dan loop we terug naar de middenlijn, wordt nog even je naam gescandeerd en het vaste liedje. Ja. Geeft dat nog kippenvel? Ja, is genieten ja. Ik denk dat hij uh, een beetje uit het stof uh, moest komen. <laughs> maar het uh, was wel lekker, ja, heerlijk. Uh, verder de eerste helft, uh, niks op aan te dingen denk ik? Nee, we speelden echt, uh, echt een ongekend hoog tempo en uh, kans op kans, aanval na aanval en ja, ze hadden daar echt totaal geen antwoord op. Tweede helft zakte, zakte het tempo wat in, werden we slordiger en dan zie je dat het een beetje omschakelmomentjes waren. Maar ja, ik denk uh, vandaag een geweldige wedstrijd. Mooie voetbalmiddag. Ja, is het dan tussen haakjes nog jammer dat je een, uh, verder niet uit weet te breiden? Nou, ik denk dat 4-0 best wel aardig is toch? Ja, nee, zeker niet slecht. Maar ja. als je met uh, rust met 3-0 voor staat. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar ja, tweede helft zie je gewoon dat het tempo wat naar beneden ging. En dat we slordiger waren. En dan krijg je die controle ook niet. En dat was een beetje het probleem, denk ik. Top, dankjewel. Yes?